Hallo, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Ja, een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb een aantal nieuwsberichten voor jullie. Zo heb ik mijn logo veranderd. Ja, de Goudvink. Er was al een zoeker met de detector die die titel droeg. In het allerbegin toen ik dit kanaal opzette wist ik dat niet. Maar ja, het voelt voor mij toch niet goed om ermee door te blijven gaan. Dus heb ik wat nieuws gemaakt. Ook heb ik gelijk eventjes de banner vernieuwd. Laat even weten wat jullie ervan vinden in de reacties. Wat kunnen jullie verder nog van ons verwachten binnenkort? Wij hebben een berg grond ontdekt. 20 kub grond. Met 16e eeuwse vondsten aan de oppervlakte. Maar ja, in de berg zelf komen we nog niet. Maar we hebben leuk contact met de eigenaren. En wanneer de woning wordt opgeleverd, wordt deze grond verdeeld over het perceel. En krijgen wij de unieke kans om dit te mogen doorzoeken. Dus dat is super gaaf. Ook zijn Ben en ik leuk bezig op een leuk stukje weiland. 16e, 17e eeuwse, 18e eeuwse vondsten. Ja, er komt van alles uit. En we hebben meteen al iets leuks. Ja, Timo die, zijn cameraman en ik hebben enkele weken geleden een tas vol met sieraden, persoonlijke spullen gevonden. Die gaan we teruggeven aan de eigenaren. De mensen zijn onderweg. Timo die en de cameraman is ook onderweg. En dan komen we zo meteen bij elkaar. Dan gaan we de spullen persoonlijk teruggeven. Ja, hoe leuk is dat? Dus blijf nog even hangen. Dan vertel ik jullie zo meteen hoe het precies is gegaan. Maar ik heb de mensen al gesproken aan de telefoon. Ze waren dolgelukkig. Dus dat zijn leuke dingen. Yes! Zo! Zo! We zitten aan tafel voor deze. Ja. Ja, gebeuren vandaag. Gaat gebeuren. Het voelt me wel een beetje koud. Hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, ik heb daar ook een warme gevoel. Als die mensen hun sieraden teruggeven, joh. Ja. Geweldig, hè? Zeker weten. Dat zijn mooie dingen. Ja, dat zijn hele mooie dingen. Want je ziet toch wel ook een kinderhorloge hier. Hè? En dit is natuurlijk dat horloge wat kijkers waarschijnlijk bij mij al in de video hebben gezien. Met die nummers erin. En een serienummer erin. Ja. Psycho. Ja. Zo, echt veel spullen toch wel, hè? Echt mega veel spullen. Nou, zo zie je dit, hè? Dat is meer dan ik dacht nog eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 Als je het op zo'n witte plaat hebt liggen, dan is het gewoon een vitrine in een juwelier, zeg maar. Dat is een grootste. Ja. Dat is wel echt, ook die telefoon, weet je, als er dan nog foto's ontstaan die ze met de telefoon hebben gemaakt. Mm. Ja, dat is goud. Ze dat kunnen uitlezen natuurlijk. Dan doen een kabeltje erin. Dus in de laptop en ze hebben het nog hebben. Ja, natuurlijk. Nee, maar dit is voor mij de tweede keer dat ik mensen hun spullen terug mag geven. Oh, echt? Jij hebt het ook wel ja, 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 al meerdere keren ook. Maar dat ging meer om portemonneetjes en legitimaties. Ja, dat soort dingen. Een skateboard. Een skateboard, inderdaad. Dat is wel lang geleden, dat was in het begin. Ja, 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 altijd. Ja, maar dit is het mooiste wat er is, toch? Ja, dit was natuurlijk ook een oogvondst. Bizar, hè? Ja. Echt bizar, eigenlijk. Ja, weten. Er ligt nog zoveel in het water. Ja. Wat wij eruit gaan halen dit jaar. Ja. Echt hoor. Ja, ik hoop dit jaar nog meer mensen gelukkig te mogen maken op deze manier. Nou, het liefst heel de wereld. Ja, ja. Dat is het leukste wat er is. Ja, man. Tuurlijk, weet je wat het is? Die spullen die zijn toch dierbaar. Mm-hmm. Net als dat simpele spaarpotje, ja, dat kan gewoon heel dierbaar zijn. Ja, zo ja. Ja. Kijk eens, al die spullen. Ja, daar gaan ze blij mee zijn hoor, als het weer terug is. Ja, tuurlijk. Het is toch echt veel bij elkaar. Zo. Yes, nou dat was super leuk. Mensen waren helemaal gelukkig met de spullen. Ja, ja, dat was echt leuk om te zien. En gezellig, we hebben nog een heel leuk gesprek gehad. Ja, 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 best wel lang ook nog eigenlijk. Ja. Alleen helaas, de echte waardevolle spullen zaten er niet meer bij. Maar waren ze toch gelukkig met 3 kettingkies. Ja, ja. En iets waar een foto nog op stond. 2 dingen met een foto. 2 dingen met een foto nog. Ja, dat zijn gewoon mega gouden dingen. Beter kan je het jaar niet beginnen als nu. Ja. Nee. Kijk hier, we hebben nog een lekkere flesje bier gehad van ze. Ja, daar gaan we ook van genieten. Ja, lokaal. Dit is echt Brabant. Het is geen kattenpis, zeg maar. Eeuwig zonde. Eeuwig zonde. Blond biertje, speciaal bier. Wat ga jij ermee doen ook met niet? Kruidig karakter. Ja, daar gaan we eventjes van genieten natuurlijk. Lekker. Ja, ik zou het wel graag in mijn vitrine willen neerzetten. En dan als ik ernaar kijk, dat ik een herinnering heb van, oh ja, weet je nog? Ja. Dat is natuurlijk ook wel iets gouds. En we hopen op deze manier nog meer mensen gelukkig te maken dit jaar. Dat zou leuk zijn. Ja, en vooral als ze dan ook lekker een biertje kunnen brengen en een bossenbol meenemen. Ja. Maar ja, wat eraan vooraf gaat is natuurlijk eigenlijk niet leuk, maar als het op deze manier weer... Dat gebeurt dagelijks, dat blijf je houden, weet je. Nee. Die mensen die waren eventjes naar hun werk en het is gebeurd. Ja. Nogmaals, dat gebeurt dagelijks en
Ja, kijk maar dit jaar verder naar onze kanalen. Dan gaan jullie dit jaar zien hoeveel er nog uit gaat komen uit het water. Ja. Ja, echt bizar. Er ligt nog zoveel in als dit er alleen al in ligt. Ja. En dit is een kwart van wat er is weggenomen uit het huis. Uh-huh. Moet je nagaan wat er nog allemaal dan ligt. Ja. Wat we over het oog hebben gezien daar zo was nog. Ja. Ja. Oké. Nou, dan gaan we afsluiten. Het was het leukste, ja, het leuk begin. Ja, leuk begin van 2021. Zeker weten. Beste video van 2021. Ja, nu al. Ja. Oké, okay, blijf het zeker volgen en tot de volgende keer. En abonneren, hard abonneren, hard. Dat sowieso. Abonneer voor meer. Tjollos! Yes!